dan iedereen afgelopen week voorspeld had voor dit weekend. En dat is maar goed ook. Want als je zo'n tocht moet doorheen gaan maken, dan moet het een beetje zonnig zijn. Moet het een beetje mooi weer zijn. En ik vind het fantastisch dat we hier de zevende rit van de Hanneke-Deendag zo meteen weg te mogen toeteren. Schrik niet, zou ik zeggen. Maar ik wil toch ook even stilstaan bij het feit dat er 60 mensen zijn en mensen met een beperking die vandaag aangeboden is om die tocht mee te maken. En die 60 mensen kunnen dat niet zomaar. Daarvoor zijn vele, vele vrijwilligers nodig die zich belangeloos inspannen vandaag en beschikbaar zijn om die rit te maken. En ik hoop dat op deze manier ook wel weer de samenhang in onze samenleving weer een beetje versterkt wordt. Er zijn mensen die blijkbaar, en ik heb dat al eens een keer eerder gezegd, om anderen geven en als het ertoe doet, er ook zijn om die anderen in dit geval een leuke dag te bezorgen. En ik ga niet te lang spreken, want dan blijft het toch te lang wachten. Ik zou eigenlijk jullie allemaal, jongens, meisjes, dames en heren, een hele mooie, fijne, gezellige en nog veilige dag willen toewensen. Ik hoop dat jullie ervan genieten en dat het in ieder geval nog meer smaakt, zodat het volgend jaar weer doorgaat. Het is al een traditie, dus het moet ook wel doorgaan. En dan moet ik nu, denk ik, op die toeter blazen. Het was heel mooi geweest als iedereen die al op de motoren zat en gelijk zou wegrijden. Dat lukt niet, maar symbolisch toch op deze manier de start.